Hartelijk welkom aan iedereen hier in ieder geval al. Welkom aan de mensen thuis. En dat woord welkom en iedereen is eigenlijk wel een beetje het leidmotief ook voor vandaag. Dat zult u vaker terug horen komen. Omdat we willen dat sport er voor iedereen is en van iedereen is. En dat betekent ook dat je een paar dingen gewoon heel goed moet regelen. Hè? De fundering van goed sportbestuur is ongelooflijk belangrijk om ook iedereen welkom te kunnen heten. En ook midden in die samenleving te kunnen staan. Ik moet zeggen, toen mij gevraagd werd om deze meeting een beetje te modereren, dat ik er eigenlijk een beetje chagrijnig over was dat die code er nu is, zal ik u eerlijk vertellen. En wel om de volgende reden dat ik dit ongelooflijk interessant onderwerp vind. En dus eigenlijk een klein beetje stiekem baalde dat die al af was, want ik had er heel graag mee aan willen bouwen. Nou is het goede nieuws, dat werd mij onmiddellijk als weerwoord geboden, dat zo'n code natuurlijk nooit af is en dat je daaraan moet blijven werken. En daar ben ik het natuurlijk volmondig mee eens. En ik vind die principes die eronder liggen, hè, verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie, zijn natuurlijk prachtige invalshoeken om goed bestuur vorm te geven. Dus kortom, we zijn eigenlijk niet te vroeg begonnen. Het is een continu proces. We leveren nu dit op, waarmee we de sportbestuur in Nederland hopelijk een goede impuls kunnen gaan geven. Maar we blijven er natuurlijk aan werken. Ik ben vandaag uw gastheer. Ik probeer u door de meeting heen te leiden en ook de discussie met de panelleden en de sprekers. En volgens mij is daar alle ruimte voor. En u mag dan zometeen, denk ik, gewoon naar deze microfoon lopen om uw zegje te doen. Ik zal u wel vermanend of aanmoedigend toespreken als dat, wanneer dat de bedoeling is. Maar we gaan eerst naar de eerste spreker. En dat is Mary de Gaay Fortman, partner bij Houthof. En we zouden kunnen zeggen specialist op het gebied van corporate governance. Maar ook degene die een boek heeft geschreven, los van de inhoud van het boek, maar met de meest intrigerende titel die ik in jaren gehoord heb. Verdrink geen dode eend. Ik zou zeggen, mensen, koop dat boek alleen al vanwege de titel. En dan is eigenlijk de ondertitel, ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar de kunst van beminnelijke doeltreffendheid. En ik hoop dat we daar vandaag ook, behalve over die code, ook meer over gaan horen. Ik verdwijn van het podium en ik vraag een klein applausje op voorhand alvast voor Mary de Gaay Fortman. Dank Mark voor je aardige woorden. En ik ben ongelooflijk vereerd dat ik bij een lancering van een code op deze manier aanwezig mag zijn. Is precies waar ik eigenlijk voor ga en voor sta, dat er in ook sectorspecifieke codes komen. De vier principes die jij net ook zo mooi noemde, maatschappij, democratie, transparantie en dan moet ik even de laatste hebben, dat is democratie, maar daar kom ik zo op, is gewoon in ieder geval, moet je bij hart kennen. Nou moet je voorstellen dat dat mij al even duurt, maar dat ik één principe heb. Wat ik mooi vind aan de corporate governance code is dat die heel helder is voor de hele corporate sector en in de semi-publieke sector zie je dat er ook wel echt specifieke codes nodig zijn en dat is ook zo, want de sport is natuurlijk weer anders dan de cultuur en weer anders dan de zorg en kent ook wel veel overeenkomsten en wat je ziet is dat de sport daarin ook opschuift. Dank voor het geboden platform bij deze lancering van de code Goed Sportbestuur en ook mijn felicitaties met deze code, met deze prachtige code Goed Sportbestuur, die eigenlijk zich inzet voor een veiliger, eerlijker en schonere sport. En jullie hier aanwezig, bondsbestuurders heb ik begrepen, ik noem jullie allemaal bestuurders en overwegend online natuurlijk ook als bestuurders aanspreek. En eigenlijk spreek ik jullie in mijn aftrap aan op basis van integriteit en verantwoordelijk leiderschap. Dat is de kern van waar jullie nu voor gaan en voor staan, als er zo'n code is, dat ook gaat gebeuren. En daar zijn jullie de sleutelfiguren voor. En dat is, denk ik, ook een hele mooie verantwoordelijkheid die je in deze tijd kan nemen. Vanuit welke rollen praat ik? Dat is denk ik altijd wel goed. Mark heeft al wel iets gezegd. Ik ben advocaat, fulltime advocaat bij Houthof op het gebied van corporate governance. En betrokken bij dat soort vraagstukken en ook public governance vraagstukken. Ik ben commissaris bij de Nederlandse Bank. Ook veel doe ik in de toezicht bij culturele instellingen. En daar krijg ik natuurlijk ook veel mee over de boardroom dynamics die er gewoon spelen. En good governance speelt daarbij een cruciale
rol bij de vervulling van je taak als goede bestuurder. Ik ben docent ook aan de Governance University, voorzitter geweest van topvrouwen.nl. Gisteren natuurlijk een historische dag met de Eerste Kamer die ook het wetsvoorstel heeft aangenomen per januari. Waardoor er een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in boardrooms zijn. Heel belangrijk, niet alleen bij wat die wet ons opdraagt in essentie, dat we gelijkwaardigheid en diversiteit omarmen. Waarom? Omdat het gaat niet per se om man-vrouw, maar het gaat erom dat we verschillen omarmen, omdat die ons verrijken. En verder ben ik auteur van inderdaad Verdrink geen dode eend, de kunst van bemiddellijke doeltreffendheid. Zal ik zo op terugkomen, maar ik dacht dat is toch een leuk haakje naar de sport. Want ik ben voor mezelf, voel ik mij ook sportvrouw. In ieder geval heel actief in mijn jeugd heb ik gejudo'd. En in mijn boek komt een paar keer het verhaal voor van judo. Mijn moeder vond toen ik heel jong was ongelooflijk belangrijk dat ik naar iets deed om mijn krachten in te tonen. Dus ik was gewoon een sterk kind en op het schoolplein kon ik vooral jongens ook nog wel eens dat laten zien. Dus ik had Robertje Vechten, zat er wel vaak bij en mijn ouders vonden dat ik wel moest leren om mijn krachten te beheersen. En hebben mij toen ik 6 jaar was op judo gedaan. En dat heb ik tot mijn 18e, dat ik ben gaan studeren, heb ik ook heel fanatiek gejudo'd. Er komen een aantal verhalen in mijn boek voor. Eén daarvan is ook dat ik heb geleerd om een specifieke judo-blik te ontwikkelen, die ik nu nog in professioneel wel gebruik en waarvan ik niet weet of de zaal al meteen weet wat dat betekent. Dat betekent dat je je tegenstander, dat je degene met wie je aan tafel zit en aan het onderhandelen bent, wat voor mij als advocaat natuurlijk vaak gebeurt, dat je die wel in de ogen kijkt en eigenlijk door die blikuitwisseling kun je wel even duidelijk maken waar jij voor staat. En in een judo-wedstrijd gaf ik dan wel het signaal, weet je, van jou ga ik winnen. Dus dat had ik, die blik die had ik ontwikkeld. Wilde niet trouwens altijd zeggen dat ik won. Maar ik dacht van, ik moet daar wel mee beginnen. Even over mij. Nu wil ik even naar jullie toe. En misschien dat je heel kort even kunt nadenken over deze twee vragen. Waarom? Omdat je dan ook makkelijker meegaat in het verhaal over de governance. De vraag is, welke persoonlijke waarden nemen jullie als sportbestuurder mee in de vervulling van je rol? Welke persoonlijke waarden? Denk er even gewoon nu even aan 2 persoonlijke waarden die jij belangrijk vindt. En 2, bedenk je ook nog even van welke vaardigheden neem je hierbij mee en welke bijdrage denk je dat je daarin gekoppeld aan je vaardigheden ook werkelijk biedt aan het sportbesturen. Denk daar ook even over na. Noem even voor jezelf 2 vaardigheden. Het is dat we online zijn, maar dat deert mij niet om toch iemand even eruit te pikken en te zeggen welke waarde. Zou u dat kunnen aangeven? Kort, even een waarde. Integriteit. Prachtig. Nog een waarde. Van de eerste rij. Ja? Sportiviteit. Wat zeg je? Sportiviteit. Fairness, prachtig. En ik zie u ook. Respect voor de andere. Ja, mooie waarden zijn dat. Dus dat zijn al genoeg. En vaardigheden. Even kijken, ook op de eerste rij is er iemand die zegt van nou, dit is een bijdrage, dit is waarvoor ik sta. Dit zijn de belangrijkste vaardigheden. Durft iemand? Meneer, daar. Luisteren, hele belangrijke vaardigheid. Hele belangrijke vaardigheid. Komen we ook zo op terug. En het is aardig om wel te bedenken van als je het over governance hebt, en je hebt het ook over good governance, en het gaat over integriteit en verantwoordelijk leiderschap, begin je eigenlijk wel bij gewoon wat het huis op orde moet zijn. En dat noemen we eigenlijk wel de corporate governance. Dat is bestuur, toezicht en verantwoording. En van hoe is dat geregeld? Hè? En je hebt verenigingenstructuur, stichtingen, ondernemingen. Nou, dat is geregeld in de wet. Daar wil ik niet echt nu naartoe, kom ik zo wel op terug, maar ik wil eigenlijk toe naar de beginselen van good governance, de principes van good governance. En daar zie je eigenlijk wel dat die wel gekoppeld zijn aan wat ik net aan jullie ook vroeg, wat zijn je persoonlijke waarden. Dus wat zie je? Geloofwaardigheid, integriteit, transparantie, verantwoordelijkheid nemen en je ziet ook diversiteit en inclusiviteit. Waarom ook? Omdat succesvolle leiders in diversiteit en inclusiviteit
geloven, maar ook dat uit te dragen. En ook, als ze er niet echt in geloven, moeten ze er dus sinds die wetswijziging aangeloven. Dus het is onderdeel van wat je professioneel hoort te doen als je met vacatures zit, hoe je die gaat invullen, maar ook dat je gewoon kijkt, hè, hoe zijn we nou sowieso, gaan we om met diversiteit en inclusiviteit, hè, sociale veiligheid, dat soort zaken. Maar in de kern, dat is wel belangrijk, in de kern kun je zeggen, ja, ik bedoel het allemaal goed, maar dat is niet goed genoeg. Want je moet als sportbestuurder verantwoordelijkheid nemen. Je hebt een toolkit, je moet weten hoe het ingericht is allemaal, maar je moet ook een moreel kompas ontwikkelen. Eigenlijk wat mij betreft gebaseerd op die good governance principes. Dat is heel erg belangrijk, omdat heel veel van de zaken waar jullie mee geconfronteerd worden, is geen eenduidig antwoord. Dus wat heb je? Je hebt te maken met die principes en je maakt er eigenlijk het beste van. Dus natuurlijk in de kern heb je kennis en kunde nodig, maar belangrijk is ook dat je een maatschappelijke visie hebt, dat je die vaardigheden hebt en dat je ook gedrag vertoont wat daarbij past. En je kunt dus in een organisatie anderen aanspreken, maar ook aangesproken worden op wat is jouw visie. Op die vaardigheden, gedrag en dat je ook die sociaal veilige omgeving creëert. En volgens mij is eigenlijk als je kijkt naar die kernwaarden van een goed bestuur, hè, de kernwaarden die van cultuur en gedrag, welke van die kernwaarden zou je denken is het allerbelangrijkste? Durft iemand iets te roepen? Openheid, aanspreekbaarheid, wie? Tegenspraak, heel belangrijk dat je tegenspraak. Is niet, ik probeer het nog even, hele belangrijke. Als je in je gedrag dat laat zien, maar de essentie voor jou als leider is leidinggevende, is eigenlijk altijd de toon aan de top. Want we zenden natuurlijk bewuste en onbewuste signalen uit en die toon aan de top is eigenlijk van dat wat je uitstraalt. En hoe mensen zien dat jij opereert is het allerbelangrijkste. Want als jij daarmee de norm zet en je zegt wel dit zijn de regels, maar je handelt niet helemaal volgens diezelfde regels die je wel met z'n allen hebt vastgesteld, dan is er toch wel gauw een probleem. En dan zie je dat anderen zich ook zo gedragen en dan denk je, hey, hoe komt dat nou? En dan is een stuk zelfreflectie soms best wel goed om te doen. Maar de toon aan de top, dat is daar waar verantwoordelijk leiderschap start. Want die handelt bij de uitoefening van zijn taak integer, authentiek, toont betrokkenheid, zelfinzicht, treedt aanspreekbaar en verbindend op, is bereid zich kwetsbaar op te stellen, is toegewijd en toont moed. Nou, dat is, ga er maar aan staan, maar dat is natuurlijk wel echt zo. En ik denk dat het tegenspraak, ook wat jij net zegt, Hubert, is ook van belang dat je in staat bent het lastige gesprek te voeren. En daarbij komt ook die vaardigheden bij kijken, bijvoorbeeld die luisterende vaardigheden die we net ook benoemden. Je moet controversiële onderwerpen, waar ook de sport veel mee te maken heeft, die moet je ter discussie durven stellen. Daar moet je het lastige gesprek over voeren. En dat is niet altijd makkelijk. Want als je kijkt naar matchfixing, corruptie, fraude, grensoverschrijdend gedrag, racisme, discriminatie, allemaal onderwerpen die je regelmatig gekoppeld aan de sportomgeving ziet en waar jullie allemaal mee te maken hebben. En dat moet je kunnen aangaan, dat gesprek. En dan doe je het ook goed. Het gaat niet om de beste uitkomst daarvan. Het gaat erom dat je in feite dat gesprek ook in die samenleving kan aangaan. Nog even toch terug naar die corporate governance. Want daarin is toch ook wel van belang dat je helder voor ogen hebt, wat zijn dan mijn rollen? Wat zijn dan eigenlijk mijn taken? Die worden in de wet, voor een groot gedeelte in de wet, gedefinieerd. Dat is de toezichtstaak. Als je toezicht houdt, dan moet je vaak een jaarrekening goedkeuren of een begroting. Er zijn zaken waar je echt een goedkeuringsrecht aan hebt. Dat is de toezichtstaak. En dan heb je ook vaak dat aan je gevraagd wordt, wat denken jullie hiervan? Dus die adviestaak. Die adviestaak is een hele moeilijke als je eigenlijk zelf denkt, ik ben best wel heel erg goed als operationeel manager. Dus ik geef echt een advies zoals ik het eigenlijk zou doen. En dan zie je dat een ander die daar eigenlijk voor is aangesteld, het toch net wat anders
anders doet. Dan kan je wel vragen of die uitlegt wat hij met je advies heeft gedaan. Maar je moet eigenlijk ook dat vertrouwen uitstralen dat een ander die je in die operationele rol hebt gezet, dat die dat ook gewoon goed kan doen. En dat je dus je advies geeft, maar dat je dan vervolgens ook in staat bent om het daarbij te laten. Dan de laatste rol, even officiële rol die in de wet staat, is de werkgeversrol. Een ongelooflijk belangrijke rol, omdat je daarmee natuurlijk wel invloed hebt op de samenstelling van het bestuur. En maar ook een rol die je niet mag vermengen met die andere twee rollen, want dan kun je wel een beetje iemand, een beetje met die judo-blik misschien, maar een beetje aankijken en zeggen van nou, uiteindelijk ben ik wel de baas, want ik ben jullie werkgever. Dat is gewoon, die werkgeversrol moet je heel goed gescheiden houden van die andere rollen. Die heeft een eigen dynamiek van hoe je dat doet. En dat moet je heel zuiver doen en niet te veel vermengen met die andere rollen. Als voorzitter geef je vaak heel vaak structuur aan deze rollen. Als je een van degenen bent die ook als bestuurder aan tafel zit, is het wel heel goed om te bedenken vanuit welke rol zeg ik dit nu? En hoe zit het in elkaar? Dat maakt het in ieder geval allemaal heel veel helderder en professioneler. Dus dit gaat wel voor een groot deel ook over de professionaliteit die je meeneemt. De rol die niet in de wet zit en die we ook wel noemen dat die op grond van behoorlijke taakvervulling een hele essentiële rol is van een bestuurder, toezichthouder, is er eentje die je eigenlijk aanspreekt dat je moet handelen als organisatie, als verantwoordelijk burger. En er is een oproep geweest van een groep hoogleraren in het voorjaar van 2020 en die zeiden in een opiniestuk in het Financiële Dagblad dat bestuurders niet alleen rekening moeten houden met alle aan de onderneming verbonden stakeholders, maar ook hun bedrijf of organisatie als een verantwoordelijk burger moeten laten opereren of ook wel een corporate citizen zijn. Dus je moet maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. En als je kijkt naar de code van goed sportbestuur, dan zie je ook wel dat daar de crux zit. Van waar zijn wij op aarde? Zijn we de sport voor de sport, om de sport, of zijn we meer? En het helpt als je leiding geeft, hè, en van bestuur zit van een club, dat je nadenkt van wat is onze purpose? Wat is onze doel? En dat je in je statuten daar ook gewoon wel vorm aan geeft. En dat is natuurlijk ook vrij makkelijk op basis van die vier principes die we net noemden. Maar hier zou ik me kunnen voorstellen dat je ook in een statuten zegt dat je niet alleen de sport faciliteert, maar dat je ook ervoor bent om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de mens en aan de sociale samenhang in de samenleving. Dat helpt in ieder geval ook bij je taakuitoefening. Dat maakt het duidelijk. Dat maakt het ook voor de omgeving duidelijk dat je daarvoor staat. Voor de gemeente waarin je opereert en met anderen in de omgeving. Dus wat is in feite, wat is eigenlijk je draagvlak en bestaansrecht en wat is daarvoor nodig? He, zijn we er voor de sportclub zelf en voor de of zijn we er voor de leden, de klantbenadering? En dat je ziet, ook in het Nationale Preventieakkoord, dat sport natuurlijk een hele belangrijke partner is voor gezondheid. He, de roken, issues, de alcohol en voeding. En wat ik al zei, niet te onderschatten diversiteit en inclusiviteit in deze tijd. Als je zegt dat het belangrijk is, zie je dat dan ook in de afspiegeling van de besturen bij de clubs. En je kunt, als je ziet dat dat onvoldoende is, kun je wel zeggen van hoe gaan we daar dan wel komen. Dus dat zijn zaken die dan gewoon vanzelfsprekend op de agenda komen. En als gezegd, de code Goed Sportbestuur, die zet eigenlijk heel helder uiteen die vier principes. Hier heb ik ze opgeschreven, ik ben even heel eerlijk. Maatschappij, transparantie, verantwoordelijkheid en democratie. En dat is gewoon een hele mooie leidraad. En ik denk dat democratie, dan denk je altijd van hey, bij een vereniging, hoe is die interne democratie geregeld? De checks en balances, de tegenspraak van wie gaat waar over en wie controleert wie. Maar democratie is veel meer, dat gaat erom de participatie van de hele omgeving eromheen. En dat is wel echt iets wat ik prachtig geformuleerd vind in dat woord democratie. En niet elders, niet bij de pensioenfondsen, niet in de culturele sector, niet in de zorgsector heb gezien. Maar het noemen van democratie is gewoon, denk ik, een heel mooi principe.
Tenslotte, mijn boek, inderdaad. De titel. Ik denk dat jullie misschien een beetje denken, wat houdt die titel nou in? En een dode eend. Wat is een dode eend? Een dode eend is een situatie waarin je eigenlijk het gezamenlijk doel uit het oog dreigt te verliezen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een gesprek een negatieve wending probeert te geven en waarbij het dus dan niet meer om de inhoud gaat. Ik denk dat we allemaal zo wel voorbeelden kunnen bedenken dat het opeens op de persoon gespeeld wordt en niet meer om de bal gaat, maar op de persoon gespeeld wordt. En het grote gevaar is dat als je een dode eend, die dus al dood is, dus die hoef je eigenlijk niet heel veel aandacht meer te geven. Maar als je daar wel vervolgens wel veel aandacht aan gaat geven, dan leidt dat af, is contraproductief en kom je vaak ook op een terrein waar je niet wil zijn. Je kunt dus beter, en ik kom zo met wat voorbeelden, je kunt dus beter communiceren met beminnelijke doeltreffendheid en focussen op een gezamenlijk doel en de ruis die dus afleidt zoveel mogelijk proberen te negeren. En ik heb me even bedacht van nou, wat zou ik als voorbeelden noemen in de sportwereld? Eén heel duidelijk, de sportiviteit op het veld, de fair play, dat je met z'n allen een gelukkige beleving wil hebben rondom competitie, hè, dus competitieve element mag er staan. En je denkt van nou, ik heb natuurlijk ook heel vaak langs het hockeyveld gestaan en ook als coach. En dan ga je er zo in op en dan ben je eigenlijk je eigen plezier aan het vergallen omdat je je totaal laat afleiden door de ontzettende irritante coach die aan de andere kant staat. En je bent helemaal niet meer bezig met het spel zelf of met het genieten eromheen, maar dat leidt gewoon af. Dus je denkt dat het altijd goed is om te denken, waar staan we hier voor en wat is het echte belang. En dat is bij huisvesting ook vaak, speelt dat een rol. Ik heb het zelf bij Houthof meegemaakt als bestuurder. Ik was in 2001, 2007 managing partner bij Houthof. Wij wilden naar een andere huisvesting toe. En dat was nou een onderwerp waar iedere partner wel zo zijn mening over had en ook vrij emotioneel in zat. En dat zie je ook vaak bij sportclubs, dat best emotioneel de huisvesting. Niets is emotioneler dan waar zitten we, waar zijn de velden. En die emotionaliteit is iets wat ook een plek mag krijgen. Want dat is natuurlijk ook met die dode eend, is dat als er draagvlak is en je hebt voldoende draagvlak om een beslissing te nemen, dan kun je mensen die echt heel emotioneel zijn, kun je ook gewoon in hun waarde laten en kun je goed naar luisteren en kun je daar ook beter mee omgaan. En dat heb ik toen ook bij Houthof geleerd, omdat ik eigenlijk zoveel tijd bezig was om de laatste twee partners te overtuigen van een beslissing die heel fel waren, die in mijn kamer stonden, die me mail stuurden, totdat de notaris die naast mij zat en zei, Marie, verdrink geen dode eend, je bent er al. Kijk, we gaan gewoon naar die andere huisvesting toe. En dat was toen voor mij heel helder. En ik ben iemand, het zal je niet verbazen als ik mijn ouders mij op judo hebben gedaan vanwege kracht, dat ik die krachtmetingen ook in mijn professionele carrière vaak opzocht en regelmatig ergens met gestrekt been inging en uiteindelijk dacht van nou, vraag is dit nou de manier om echt te communiceren? Dan ben je uiteindelijk meer bezig met de gevolgen dan met echt waar het besluit wel echt om zou moeten gaan. En uiteindelijk geldt dat in alle situaties. En het leuke van die dode eend is dat het dus ook je helpt om ook een plezieriger mens te zijn als je gezellig met mensen op stap bent, omdat je dan ook dat in je antenne hebt en het daar dus ook om gaat. Mijn belangrijkste carrière les, dat hoor je wel al een beetje in mijn verhaal, is dat je, en dat zeg ik niet voor niks als advocaat, want advocaten worden getraind om met de beste standpunten te komen, de beste argumenten om de zaak voor hun cliënten te bepleiten. Maar die standpunten die brengen vaak niet die zaak tot een oplossing en die standpunten brengen ook niet vaak het beste belang van die cliënt naar boven. Dus als je op een gegeven moment toch jezelf erop richt om te denken in termen van belangen, dan weet je en beter je eigen cliënt toch te bevragen op informatie die relevant is.
Want hij kan wel iets in zijn hoofd hebben, maar misschien is een andere uitkomst iets wat toch wel meer in zijn belang is. Maar als je ook weet wat de belangen aan de andere kant zijn en daar ook ruimte voor vraagt en ook open voor staat, dan ontaardt het in ieder geval niet snel in conflicten, maar kom je vaak uit op de derde wegoplossing. Niet de oplossing die je cliënt in zijn hoofd had. Niet op de oplossing van de andere kant, maar op een door die belangen. Het gesprek wat daarover plaatsvindt, komt er gewoon zomaar een oplossing uit die en draagvlak heeft aan beide kanten en die iedereen veel verder brengt. En eigenlijk is dat, en daar gaat mijn boek over, een getting to yes mentaliteit. Van waar krijg je een win-win situatie of kom je op het hoogst haalbare gedeelde belang uit. En dat is ook heel belangrijk. Jullie zullen denk ik vanuit jullie rollen ook wel vaak sollicitaties doen. En gesprekken waarbij je eigenlijk soms al na 5 minuten weet dat het niet is. Kun je ook van denken, hoe ga ik daarmee om? Ga ik dan iemand vanaf dat moment totaal invrijven zijn eigen onvermogen? Of ga ik op een aardige manier het gesprek aan en wordt het in de loop van dat gesprek ook wel duidelijk? Want dan zet je je in dat gesprek om het beste eruit te halen. Ook voor diegene. En dan loopt diegene die loopt de deur uit, weet dat hij het niet wordt, maar weet wel dat hij een heel prettig gesprek heeft gehad. En heb je ook het beste belang van je eigen organisatie gediend. Dat is allemaal ook te maken met de dode eend tactieken. Dat je bij een onderhandeling, als jij uiteindelijk je zin hebt gekregen, dat je niet nog eens aan het eind even zegt, zie je wel dat ik gelijk had. Dit was ook de enige denkbare uitkomst. En nou ja, dan weet je wel dat je een probleem creëert in de nabije toekomst met deze persoon. Kortom, die getting to yes mentaliteit, die wens ik jullie toe. Namelijk ook, hoe gaan we nu de code goed bestuur? Die ligt er. Nogmaals, mijn felicitaties daarmee. Ik vind het een fantastisch, helder, kortkrachtige code. Jullie zijn aan zet. Blijf loyaal ook aan de doelen en aan de principes daarin. Dat is heel krachtig als je dat met elkaar kan doen. Houd daarin focus en help elkaar daar ook als sportbonden, besturen en clubs. Heel veel succes daarbij en dank jullie wel voor je aandacht. Dankjewel Mary. Dat is fantastisch wat je ons hebt bijgebracht over dode eenden. Ik heb heel veel bijgeleerd zojuist. En een prachtig statement ook naar bestuurders. Ook als je er niet in gelooft, moet je eraan geloven. Ja. Het is een gegeven dat we dit soort codes nu hebben. Maar de gewetensvraag, en daar kun je ook heel impopulair mee maken nu natuurlijk, maar is die code van ons goed genoeg? Kun je daar wat over zeggen? Is die goed genoeg? Die is goed genoeg. Nou weet je, hij is goed genoeg omdat ik wel vind dat die principes het allerbelangrijkste zijn. En die laten heel duidelijk zien dat je integer, open, transparant en verantwoordelijk naar de buitenwereld. En dat betekent dat de principes wel heel duidelijk en kernachtig zijn geformuleerd. Tuurlijk zie je daaromheen dat de professionaliteit in sportwereld ook steeds belangrijker wordt. Dus enerzijds heb je natuurlijk die principes waarmee je aan de slag gaat. Dat maakt deel uit wel van een omgeving waar kennis en kunde van belang is. En je ziet wel in de sport natuurlijk ook dat je steeds meer ziet dat je mensen nodig hebt die wel die kennis en kunde om te beginnen hebben. Dus alleen principes is niet voldoende. Je hebt ook de regels nodig. Ja. En ook de vaardigheden nodig van mensen die voldoende toegerust zijn om dat te doen. En ook leiding kunnen geven aan een organisatie waarbij ook het cultuur en gedrag zo is dat dat hele gebeuren dan ook leidt tot een hele mooie feestelijke sportclub waar iedereen zijn taken doet. Dus een soort ideaal. Maar dat is er nooit, want er is altijd iets aan de hand. En altijd als er dingen aan de hand zijn, dan denk je van, oh jee, wat erg, want als dit naar buiten komt. Nee, de samenleving weet dat er altijd wel gedoe kan zijn. Ja. Dus het voorkomt niet het gedoe, maar het leert je wel die principes, die code, leert je wel hoe ga je met gedoe om. En eigenlijk kijken we alleen als samenleving heel
streng, dan van hoe pak je dat aan? En daar verantwoordelijkheid in nemen en niet de zaken wegduwen, maar open zijn, zaken benoemen, goed je oor te luisteren leggen, goed hoor, wederhoor, alles wat daar omheen komt kijken. Dus dat die vaardigheden en dat gedrag is, voorbeeldgedrag is echt het allerbelangrijkste. Ja, dat is volkomen helder geworden. En ja, wij gaan allemaal oefenen, denk ik, nu in de komende tijd met beminnelijke doeltreffendheid. Hè. Dit staat volgens mij nu wel goed genoteerd. Maar dat lijkt ook iets zachts te hebben. Werkt het ook als er gewoon normoverschrijdend gedrag is? Of werkt dit in de fases daarvoor? Nou, als het goed is, werkt het in de fases daarvoor, omdat je je niet hoeft te wachten totdat er incidenten zijn en hoe je daarmee omgaat en of je zero tolerance zegt. Maar dat kun je op zich wel zeggen, maar je moet altijd goed uitzoeken hoe zit het echt in elkaar en wat dan. Maar wat het mooie is wel, is dat je het gesprek juist daarvoor erover aangaat van hoe gaan we met elkaar om als er bepaalde incidenten zijn? Wat hebben we een code of conduct? Hoe gaan we gewoon met elkaar om? Hoe gaan we om met klachten? Dat zijn toch wel de gesprekken. En daar daagt de code wel toe uit in de implementatie. Dat je niet denkt, oké, mooi, we hebben die principes en nu gaan we over tot de orde van de dag. En dan doen we helemaal niks. Dan is het dat je kunt wachten op incidenten. Ja, en meer incidenten dan wanneer je hem gewoon nu beetpakt en met elkaar zegt, hey, hoe zitten ons statuten in elkaar? Moeten we niet toch iets over onze doelstelling formuleren die breder is dan alleen maar sport voor de sport? Ja. En wat voor regelingen hebben we? Hebben we een veilig meldpunt? Al dat soort zaken, daagt de code natuurlijk wel toe uit dat je dat van tevoren doet. Dus dat is wel werken. Maar het is een geruststellende gedachte tegelijkertijd dat je zegt, kijk, in principe is dit een goede code. We wilden wel dat stempeltje van jou daar nu even op hebben. Maar er zitten altijd zaken, Mark, voor verbetering. Dus daar ga jij mee aan de slag. Daar kijk ik zin naar uit. Maar dat gaan we natuurlijk met z'n allen doen. Ja, je gaat altijd een keer weer evalueren. Exact. Misschien is dat een mooi bruggetje naar de zaal toe. Er zijn ongetwijfeld vragen of een korte reflectie. Dus als je dat wilt. Er staat hier een microfoon, dus ik zou zeggen, schroom niet. Klim over die banken heen en kom naar voren. Misschien is dat inderdaad toch wel leuk als dezegene ook wel een reflectie geeft. Omdat het natuurlijk wel gaat om de aansluiting bij jullie eigen belevingswereld in de sport. En jullie verantwoordelijkheden. Dus, Kijk, en je hoeft niet over de bank heen te klimmen, want Jitse heeft de microfoon gepakt en die komt dus naar je toe lopen. Dus steek even je hand op als je een korte reflectie wil geven of een vraag hebt. Nou, kom hier naartoe. Kijk. Lukt dat? Als niemand doet, dan moet ik hem maar. Lex Rolvink, Handborgbond. Een code is natuurlijk. We mogen ervan uitgaan dat iedereen openheid betracht en integer is en dat soort zaken. Dus die code die heb je nodig op momenten dat er zaken worden gesignaleerd die niet helemaal goed zijn. En waar ik heel benieuwd naar ben, dat geldt natuurlijk in de relatie NOC-NSF richting de bonden. Maar vervolgens ook van de bonden richting de verenigingen die daaronder zitten en de leden die daaronder zitten. Van wat zijn dan de concrete handvaten anders dan het goede gesprek erover gaan voeren en wijzen op elkaars verantwoordelijkheden die je hebt. Dus wat zijn de andere instrumenten die je daar kunt doen? Dat is één. En twee, in hoeverre, en dat bedoel ik niet gericht op de Handboogbond hoor, maar in hoeverre zou NOC-NSF er eventueel ook consequenties aan verbinden of overwegen om te gaan verbinden. Maar misschien, Mark, begin jij eerst, want ik heb één idee. Maar, daar zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar. Ik kijk ook gelijk recht de zaal in naar de twee mensen die daar heel dichtbij zijn. John Bieling, zakelijk directeur, en Anneke van Zanen, voorzitter. Volgens mij, één, is het niet de code van NOC-NSF. Laten we dat volgens mij gewoon goed hebben. Dit is de code van de leden van de brancheorganisatie NOC-NSF. Van de koepel van sportorganisaties in Nederland. Van de georganiseerde sport. Deze code hebben we samen gemaakt. En hebben we ook in een ledenvergadering met elkaar afgesproken dat we ook niet alleen NOC-NSF een soort toezichthouder gaat functioneren, maar ook dat we een peer review doen, dat we elkaar scherp houden dat we hierop, dat we dit nakomen. En volgens mij komt daar straks nog even wat meer informatie over het principe pas toe en leg uit.
Maar er zit ook een verwijzing naar de minimale kwaliteitseisen die deels nog vastgesteld moeten worden, waarin we ook verankeren dat het ook niet geheel sanctieloos is. Dus het is geen papieren tijger. Daar zit ergens het besef, maar het besef moet vooral er zijn dat dit een code is die we zelf willen naleven. Dus ik probeer even van die sanctiekant nu af te blijven. Ja, pas toeleggen uit was ook precies het haakje waar ik over wilde beginnen en zei van dat je daar wel als bonden de leden kan helpen om te zeggen bij het gesprek. Dus dat kun je wel organiseren door dat gesprek en dat kun je in ronde tafels doen, dus dat kun je clusteren om te zeggen van nou, hoe zou dan idealiter de structuur eruit zien, hoe implementeer je eigenlijk dit echt? Dus daar heb je wel een rol als bond te spelen en kun je gewoon voorbeelden geven van hoe een vereniging dat ook daadwerkelijk kan implementeren als ze zeggen ja, maar wij willen het ook echt toepassen. Hoe doe je dat dan, zodat ze niet allemaal het wiel uitvinden? En ik denk dat dat wel verstandig is en dan begint dat eigenlijk wel met de corporate governance, namelijk dat je toch die, wat wij noemen de purpose, hè, dus de doelstelling die in je statuten staat, dat die zo snel mogelijk wel verbreed worden tot dat wat je ook ziet dat onder het woord van democratie van belang is. Waar sta je voor? Je hebt natuurlijk de leden die betalen, maar je hebt ook de bijdrage van gemeentes of van de overheid en ook van anderen. Van hoe ga je ook uitvoering geven aan dat wat je als verantwoordelijke burger moet doen om dat nationale preventieakkoord te doen. En maak dat zo concreet mogelijk naar een individuele club en bied daarvoor dus die voorbeelden aan. En daar kun je denk ik als bonden wel echt heel erg goed in bijdragen. En dan later, dat is dus echt die corporate governance en die good governance, hè, die beginselen, ja. U zei van daar begint het mee. Nou, ik kan je vertellen dat als het soms misgaat en ook op de persoon misgaat, dat mensen dan naar hun advocaat gaan en zeggen, eigenlijk ben ik best wel integer, maar hier is het misgegaan. Dus het is ook daar wel goed, omdat het pas toeleggen uit is, dat je als bonden denkt van, kunnen we een manier vinden om jaarlijks te publiceren over thema's die integriteit raken, die dus op de thema's van matchfixing, ja, op de thema's van corruptie en fraude, waardoor je dus ook voorbeelden deelt in de breedte van hoe dat wordt aangepakt en dat dat er is en dat dat ook bespreekbaar wordt gemaakt. Dus ik denk ook daarin dat het delen wel, dat de bonden daar wel in kunnen helpen. Dankjewel. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Marie de Gaay-Voortman. Ja. Van wie wij veel geleerd hebben over de judoblik. Ja. Ja, die judoblik die zal ik niet vergeten. Ik heb ook op judo gezeten, maar dat was ook om mijn agressie te leren beheersen. En dat is redelijk gelukt, kan ik u vertellen. Dus u kunt gerust zijn. We gaan ook ontspannen door naar Hubert Brands. Adviseur governance. Heeft meegewerkt aan deze code. Maar heeft ook een buitengewoon uitgebreid verleden in de georganiseerde sport. Meer dan 10 jaar bij NOC-NSF, dus hij weet waar hij het over heeft. Dames en heren, graag een klein applausje voor Hubert Brands. Dankjewel, Mark. Goedemiddag, dames en heren. Wat ontzettend fijn om u even toe te mogen spreken. Maar allereerst, voordat ik begin, een dankwoord aan Marie de Gaay-Voortman. En vooral dankjewel voordat je de knuppel in de spreekwoordelijke eendenkooi hebt gegooid zojuist. Door opmerking te maken van sport voor de sport naar sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol. En in de jaren ervaring die ik bij NOC-NSF heb, heb ik vaak moeite gehad om bestuurders, directeuren te helpen met het inzicht. Ja jongens, maar spreekoren op een tribune heeft een impact op de maatschappij. En als de maatschappij van jou verwacht dat dat ophoudt, dan is het ook een probleem waar je wat mee te doen hebt. Of een ander voorbeeld, noem kledingvoorschriften die niet meer geaccepteerd worden. En dat is precies het snijvlak waar deze nieuwe code Goed Sportbestuur hopelijk ook het goede gesprek over op gang gaat brengen. Ik richt mij in mijn verhaal eventjes op bestuurders. En wat mij betreft zijn bestuurders dan ook directies en management van sportbonden, omdat zij, aangezien zij ook een bestuurlijke rol hebben. En mijn eerste vraag aan u is, kent u dat gevoel dat u zich bewust wordt van het feit dat u een hele belangrijke verantwoordelijkheid heeft gekregen, maar eigenlijk heel erg weinig houvast om te kijken of u deze taak eigenlijk heel erg goed uitvoert of niet?
Ik heb namelijk in ieder geval gemerkt dat heel veel bestuurders in de praktijk best heel erg eenzaam zijn met de verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen. En de vraag of zij een lastige keuze die ze moeten maken, misschien wel op het snijvlak van maatschappij en de eigen sport, of ze die wel op de juiste merites konden maken. En wat is dan eigenlijk je houvast? Is dat dan een codetekst? Of is dat dan een collega? Of is dat een intervisiegenootje? Nou, dat zijn zaken die wat mij betreft in de sport nog heel erg veel ontwikkeling behoeven en waar deze code nou juist een hele mooie impuls aan geeft. Ik wil eventjes kort stilstaan bij de visie. In de visie op de Code Goed Sportbestuur die vanaf het begin af aan uitgedragen is in de vele conferenties of symposia die we hebben gehouden, staan een aantal dingen centraal. En een van de dingen die ik graag even naar voren zou willen halen, is het feit dat de Code Goed Sportbestuur bedoeld is voor bewustwording en kritische reflectie. Ik denk dat dat een centraal onderdeel is waar de bestuurder in zijn persoonlijke verantwoordelijkheid goed naar zou moeten kijken. En eigenlijk is het beginpunt van die discussie geweest dat we constateren dat het besturen van een sportbond net zo goed als het directeur zijn van een sportbond of communicatiemanager of medewerker een vak is. Alleen het gekke is dat we dat in de praktijk heel erg weinig als een vak behandelen. We gaan mensen zoeken die een bepaalde vaardigheid hebben, die zich hebben laten zien in het verenigingsleven of in het bedrijfsleven. En vervolgens zeggen van het zou wel mooi zijn als jij met jouw netwerk of met jouw achtergrond aan de bestuurstafel zou komen. En dan zetten we iemand aan tafel en die gaat aan de slag. En dat is eigenlijk waar het in heel veel gevallen bij blijft. En dat is wel gek, want de eindverantwoordelijke in een sportorganisatie, en dat is nogal een verantwoordelijkheid, heeft heel veel op zijn bord. En dus, wat ik net eigenlijk ook al zei, heel weinig rugsteun in het beoordelen of het besluit wat hij uiteindelijk neemt, of dat de goede kant is. Dus daar is een belangrijke rol weggelegd in deze code. Nou hebben wij in 2005 binnen de sport al de eerste 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur leren kennen. En dat was in navolging van de Corporate Governance Code, 2 jaar eerder als ik me niet vergis, de code Tabaksblad. Onder leiding van Jan Loorbach, Commissie Goed Sportbestuur, heeft 13 aanbevelingen op papier gezet. Die met name gericht waren op een aantal zaken die in de sportbondenpraktijk op dat moment actueel en pregnant waren. Dat ging over het hebben van de juiste statuten, atletenrepresentatie of een atletenstatuut. En nog een aantal andere zaken die gewoon echt geregeld moesten worden in de sport. Dus die 13 aanbevelingen waren vrij praktisch en concreet gericht op, als dit voor jouw organisatie geldt, pas het dan toe. Of leg dan in ieder geval uit waarom je dat niet hoeft toe te passen. We gaan nu naar een nieuwe code toe. En het basisprincipe in deze code is principle-based. Oftewel, pas toe deze 4 principes en leg uit hoe je dat doet. Daar horen nog wel een aantal aanbevelingen bij, maar die zijn, zoals u wellicht al gezien heeft, een stuk minder concreet dan de 13 aanbevelingen voorheen. En de vraag is dan dus ook een beetje, hoe ga je daar in de praktijk nou eigenlijk mee om? Nou, dan wil ik eigenlijk eerst eventjes terug naar de uitgebreide definitie van sport governance, die in 2013 door de EU-commissie, ook onder leiding van Jan Loorbach, of met medewerking van Jan Loorbach, opgesteld is. Die lees ik even voor, aangezien je de sheets moet missen. Sportbestuur gaat over structuur en cultuur, waarbinnen beleid, strategie en doelstellingen geformuleerd worden, stakeholders betrokken, resultaten gemonitord, risico's beheerst en verantwoording naar de leden gerapporteerd wordt over voortgang, inclusief het voeren van effectief, duurzaam en verantwoord sportbeleid en reglementering. Nou, het zou me verbazen als u dat allemaal in één keer helemaal onthouden heeft, maar waar het op neerkomt is een hoop verantwoordelijkheid. En waar het mij om gaat, is dat sportbestuur gaat over structuur, de regels, de systemen, een besturingsmodel en de cultuur. Daar heeft Marie ons ook al aardig wat over verteld. Tone of top is een belangrijk onderdeel van de cultuur die u als bestuurder uitstraalt en waar u uw leden en stakeholders mee beïnvloedt. Dus dat cultuuraspect, daar is het bestuur in brede zin ook voor verantwoordelijk. Dus dat geldt niet alleen voor de toon aan de top die in de bestuurskamer heerst, maar ook de toon naar de werkorganisatie toe, als u uw algemeen directeur of MT aanspreekt op hun resultaten of iets dergelijks. Maar ook, en zelfs, op verenigingsniveau. Dus de cultuur die u als bestuurder bepaalt, is bepalend en beïnvloedt de cultuur die bij verenigingen
in uw sportbond spelen. En dat is best pittig als je daar even goed over nadenkt. U moet daar in ieder geval richting aan geven. Dan wil ik het even hebben over, want we hebben het net gehad over wat sportbestuur is en de definitie daarvoor. Welke verantwoordelijkheid u daar heeft. Maar wanneer is het nou eigenlijk goed? Want dat is de vraag van de code goed sportbestuur. Nou, het is goed op het moment dat wat u besluit vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid ook in lijn is met de statutaire doelstellingen. Want daar begint het mee. Uw statuten bepalen, wat is de doelstelling van mijn sportorganisatie en waartoe leidt dat? Maar u houdt ook rekening mee dat het in het belang is van uw eigen leden, uw achterban, en in het belang van de maatschappij. Dat is een van die nieuwe elementen waarin de code vrij duidelijk is. De maatschappij heeft ook een belang in uw organisatie. Vervolgens is een ethisch kompas ontwikkelen als bestuurder in de organisatie van belang. En wat ontzettend belangrijk is, wanneer is het goed? Op het moment dat, dat u richting geeft aan een continu verbeterproces. U begint ergens, dat zal niet 100% goed zijn. Ook als u nu gaat scannen op de nieuwe code, zullen er een aantal dingen zijn waar u zegt, daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Is niet erg, zolang u maar een proces organiseert wat er steeds toe leidt, zijn we al een stuk verder gekomen. Komen we al in de buurt van wat we daadwerkelijk willen realiseren. Dus, hoe je het ook went of keert, besturen is een vak. En kennis van de dynamiek van een sportorganisatie, het scherp hebben van hoe rollen en taken in de organisatie verdeeld kunnen worden, zijn zaken die je niet vanzelf onder de knie krijgt. In wat voor organisatie u ook werkt of gewerkt heeft, een sportorganisatie heeft van die kenmerken die je denkt, ah, dat werkt toch net even anders dan binnen mijn groot winkelbedrijf, om maar even een zijstraat te noemen. En zoals ik al eerder zei, eenzaamheid is een dilemma van sportbestuurders wat ik vaak ben tegengekomen in de praktijk. Dus het begint bij checklist. U gaat kijken of en op welke aanbevelingen of principes u op dit moment nog onvoldoende bewust van bent of in excelleert, wat uw eigen normen betreft. Vervolgens is het zaak om aanvullend beleid te maken of bestaand beleid aan te passen, zodat dat gaat voldoen aan de eisen die u zelf wilt gaan stellen. Dan volgt een traject van implementatie van deze nieuwe beleidsprocedures. En heel belangrijk daarbij is, dat eindigt niet van op de bestuurstafel, maar dat eindigt tot op microniveau op de sportvelden. Dus wat u besluit in die bestuurskamer gaat uiteindelijk ook invloed hebben op hoe daar op de sportvelden mee omgegaan wordt. En dat zult u dus ook via uw organisatie moeten ophalen of dat daadwerkelijk ook gerealiseerd wordt. En om iedereen dus bewust te maken van de keuzes die u maakt als het gaat om deugdelijk bestuur, zult u dat moeten communiceren met al uw stakeholdergroepen. Dus niet alleen in de algemene ledenvergadering naar uw eigen leden, maar ook naar uw sponsoren toe. Wij als sportbond staan voor deze waarden. Dat vinden wij belangrijk. We hopen dat u ons daarin ook kunt faciliteren om deze waarden uit te dragen. Voor mezelf heb ik geleerd dat een centrale rol voor een bestuursevaluatie een heel mooi aangrijppunt is. Omdat u in een bestuursevaluatie gevraagd wordt om zowel de resultaten van de organisatie als de zachte elementen, de interne samenwerking en de uitstraling naar organisaties omheen te evalueren. Dus u kijkt ook naar dat stuk cultuur van uw organisatie en kijkt eenmaal per jaar terug, wat is onze uitstraling, hoe komt het over en welke richting hebben wij daar als bestuur aan gegeven. En in die bestuursevaluatie vind je dus eigenlijk ook altijd aangrijpingspunten om een stap verder te doen in de ontwikkeling van de code van goed sportbestuur in uw organisatie. Ja. Een aantal tips dan om te werken aan bestuurlijke kwaliteit. Een goede opvolgplanning, een rooster van aan- en aftreden. Ik zal het niet allemaal voorlezen. Deze regels of aanbevelingen die ik hier voorlees, dat lijkt misschien paradoxaal, maar op en begeleiding van bestuurders is een recht van bestuurders. En waar we dat vaak zien als een extra inspanning. Jongens, ik ben al bestuurder, ik heb het al zo druk. Dan moet ik ook nog met collega's gaan praten en sparren over de ontwikkeling van mijn vak. Laat me alsjeblieft mijn werk doen. Het opportunisme daarin is wel een van die elementen waar je echt je tong voor moet afbijten. Want het risico is groot dat u als bestuurder dagelijks in de bestuurskamer zit en daaromheen eigenlijk weinig ontwikkeling voor uw vak en uw vakkennis meer meemaakt. Dus ik denk dat dit een van de zaken is waar een sportbestuur zichzelf eigenlijk grootste dienst mee kan bewijzen. Door, en zoals ik dat hieronder schrijf,
En nog één klikje verder. Bedenk eens hoeveel geld je eigenlijk besteedt aan goede trainers, coaches, het opleiden van je medewerkers. En vraag je dan af, als ik nou de eindverantwoordelijkheid heb als bestuurder, heb ik dan ook dat recht op een opleiding of begeleiding in het werk wat ik doe? Mij lijkt van wel. Als we dan naar de volgende sheet gaan, ga ik even terug naar de code zelf. De implementatie van de code Goed Sportbestuur is uitgewerkt in 3 lagen. Eigenlijk hebben we de kerntekst van de code, dat is maar een paar pagina's tekst, waarin de principes uitgelegd zijn met een aantal aanbevelingen waar u uzelf op kunt toetsen. Vervolgens zijn er nog een aantal toelichtingen en adviezen. Om een voorbeeld te noemen, hoe gaat u nou in de praktijk om met een jaarverslag en hoe gaat u in uw jaarverslag gebruik maken van de aanbevelingen van de code Goed Sportbestuur? Nou, daar is een handleiding voor geschreven en die kunt u dan als toelichting terugvinden. En er zijn een aantal hulpmiddelen en schema's, waaronder bijvoorbeeld de quickscan, die u kunt gaan doen om te toetsen in hoeverre u de code Goed Sportbestuur op dit moment al goed gebruikt. Uiteindelijk zijn alle elementen op de website van NOC-NSF goed terug te vinden. Dus dat is de portaal waarmee u uiteindelijk uitkomt bij alle aanbevelingen, tools en instrumenten. En mocht het nou zo zijn, naar de laatste slide, dat u na vandaag of in de toekomst nog eens vragen heeft over de strategische ontwikkeling van uw besturingsmodel, advies of hulp bij het houden van een bestuursevaluatie, dan hoop ik dat u mij te vinden weet. Dan dank ik u bij deze voor uw aandacht. Dankjewel, Hubert. En excuus voor de technische malheur. Nou ja, het is uiteindelijk goed gekomen. Het is toch? Goed gekomen, ja. En dat precies. Is dus misschien met goed sportbestuur ook wel zo. Je begint niet meteen helemaal goed, maar uiteindelijk. Maar het komt goed. Nou, dat is een geruststellende boodschap. Ik ben ook een beetje in verwarring. Is het nou pas toe of leg uit? Of is het pas toe? En leg uit. Ja, omdat het een principle-based code is, word je als bestuurder uitgedaagd om over die 4 principes uitgebreid na te denken. Hoe pas ik dat toe in mijn organisatie? Maar ook dat je in staat bent om uit te leggen hoe je dat toepast, met welke doelen en welk resultaat tot gevolg. Als je de bullets onder de principes leest, dan zijn dat aanbevelingen die eigenlijk ook in een vragende vorm gesteld zouden kunnen worden. Heb ik daaraan gedacht? En soms zit er een soort van indicatie voor een norm in verscholen van bijvoorbeeld zittingstermijnen. Best een lastig onderwerp om over na te denken, maar daar staat wel het advies, hou dat beperkt binnen die 9 jaar en daar zit ook een reden achter. Nou, als je dus om wat voor reden dan ook binnen je organisatie tijdelijk of helemaal niet aan zo'n norm kunt of wilt voldoen, dan moet je kunnen uitleggen waarom dat zo is. Ja, waarbij het grote gevaar zeg maar dan altijd is dat mensen gaan redeneren, nou bij ons is het echt net anders. Ja, ik kan alles uitleggen. Ja. Ja, en daarom is het dus ook zo belangrijk wat je zelf denk ik ook al aangaf, dat we elkaar ook moeten intervisie moeten plegen. Ja. Om te zeggen van, maar hoe bedoel je dat eigenlijk? Jij hebt structureel eigenlijk, nog even over die zittingstermijn, 12 jaar, 16 jaar in je statuten staan. Dus hoe voorkom jij nou eigenlijk dat daar een koninkrijkje ontstaat van mensen die eigenlijk de boel heel lang naar hun hand kunnen zetten? En als je die vraag goed kan beantwoorden, heb je waarschijnlijk een legitieme reden gevonden. Maar anders niet. Ja, dat lijkt me een goede wijze. Ja. Ik kijk even de zaal in. Zijn er nog vragen, opmerkingen, beschouwingen? Heel graag. Ik zie al meerdere handen omhoog gaan. Ik weet niet of dat al het moment was, maar ik dacht ik wil heel even op dit onderwerp ingaan. Lieke Vogels, ik ben voorzitter van de NJBB, Nederlandse Jeu de Boelbond. Ja. Ik heb eigenlijk een vraag over hoe gaan we dat nou structureren, hè? Die intervisie, supermooi. Ik heb er nu al zin in om daar met jullie over in discussie te gaan. Maar als we nou echt een probleem hebben, of wat wordt onze relatie dan? Dus ik bedoel de relatie tussen NOC, NSF en de sportbonden. Ja. Gaan jullie ons controleren of hoe gaan we dat doen? Ja, die vraag is eigenlijk net aan de orde geweest, net voordat jij binnenkwam. Toen hebben we het daarover gehad, namelijk dat we dit met elkaar moeten. Het is niet de code van NOC-NSF, het is de code van ons allemaal. Dus we zullen moeten gaan werken aan die intervisie, kijken hoe we dat beter en gestructureerd kunnen regelen. Maar er is natuurlijk wel een link naar de minimale kwaliteitseisen. Het is in die zin geen vrijblijvende code. Ja. Nee, zo zie ik het ook niet. Hè? Maar, maar dat is kunnen even we ook bij jullie terecht als er een probleem is? Ja, zeker. Ik denk dat we daar ook echt de ondersteuning gaan bieden. En sorry dat ik te laat was. Ik heb vanmorgen gesproken op een congres. Ik vond het al heel fijn dat ik nog aan kon sluiten. We zijn ongelooflijk blij dat je er bent, Lieke. Dat is het belangrijkste. Het is geen excuus, maar dank daarvoor.
Nee, we gaan ook werken echt aan die ondersteuning. Dat zie ik ook wel als de rol, dat zien we wel als de rol van NOC-NSF, om bonden en organisaties te helpen zich verder te professionaliseren, te ontwikkelen. En vooral ook om het gesprek te blijven voeren met elkaar. En ik denk dat we dat beter kunnen doen, die netwerkorganisatie die we willen zijn. Ja, dat moeten we samen doen, maar dat kan ook nog beter. Dus daar gaan we aan werken. Dat is de belofte. En als alle vertrouwen in, kunnen we deze presentatie ook krijgen? Dat gaan we ook regelen. Als daar geen zware copyrights op zitten, komt dat goed. Nee. Volgens mij zag ik Joop met zijn hand omhoog. Dankjewel. Ja, ik vond de opmerking eenzaamheid of eenzaam aan de top vond ik eigenlijk een beetje gek. En ik denk juist dat deze code er ook heel erg bij helpt. Want als je het hebt over democratie en kijk wat er in de maatschappij speelt en transparantie, betekent dat je het gewoon samen moet doen. Ik kan me voorstellen dat je bij verantwoordelijkheid misschien nog een beetje eenzaamheid hebt, want op een gegeven moment moeten er keuzes gemaakt worden. Maar ik denk dat je die keuze ook eigenlijk altijd samen maakt. Het is niet één iemand die de keuze maakt voor alle anderen. Nee, die doe je samen en er moet draagvlak voor zijn. Ja. En ik denk dus juist deze principes ook van de code, ja, geeft gewoon aan hoe je moet werken. Je moet eigenlijk alle krachten in je organisatie, in de samenleving, benutten en koppelen. Ja. Door dat samen te doen, door dat te verenigen. Ja. En dat vind ik ook het mooie aan deze code. En het is dus, nou ja, ik wil nog een keer onderstrepen, want je hebt heel snel de vraag van, moeten we deze code doen? Nee, deze code is van ons alles en die moet je willen doen, ieder voor zich. Ja. En het mooie is inderdaad principle-based, dus pas toe, maar leg het ook uit. Het is geen keiharde regel, maar het is een gedachtegoed. En dat gedachtegoed moet je ook verder in discussies en presentaties met elkaar ontwikkelen. Ja. Ik denk dat een hele belangrijke kern is. Nou, als ik daar nog even op mag reageren, Joop. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook afvraagt, hè, is dat dan eigenlijk wel zo? Toevallig, ik ben ook bestuurder bij een kleine tennisvereniging in Arnhem. En afgelopen week waren wij onze eigen bestuursevaluatie aan het voorbespreken. En toen kwam er eigenlijk een aap uit de mouw die ik helemaal niet had zien zitten. Want onze penningmeester die gaf toe. Hij zei, ik zit al anderhalf jaar te werken en ik zit met een enorme berg verantwoordelijkheid. En ik heb nog een aantal vraagstukken gehad waarvan ik niet het idee had dat ik daar zomaar ergens mee naartoe kon. Want in de bestuursvergadering hebben we het gewoon over de inhoud. En dan verwachten mensen van mij dat ik dingen vertel over de stand van zaken in financiën die gewoon zo zijn. En dan stelt niemand een vraag. En ik had het eigenlijk wel fijn gevonden als ik gewoon wat kritische vragen had gekregen. En daar ben je gewoon vaak niet van bewust. En toch is het zo. Dat is een van die dingen die ik dan uit mijn eigen ervaring merk. Ja, daar moeten we niet te zachtzinnig mee omgaan over dat gevoel van eenzaamheid. Dat lijkt me een goede slotopmerking. Dames en heren, graag een hartelijk applaus voor Hubert. Dank u wel. We gaan nu volgens mij naar een heel bijzonder moment. Ik moet even kijken waar die staat, Jitsen. Nou ben ik hem even kwijt, want ik ga... Ja, ik weet het weer. Dames en heren, ik zou graag Anneke van Zanen, voorzitter van NOC-NSF, op het podium willen hebben. Voor een plechtig moment. Graag een klein applausje. Ja, een klein applaus. Ik wil eigenlijk een heel groot applaus, wil ik. Een groot applaus krijg je naar je inhoudelijke bijdrage. Dan maken we dat allemaal goed, Anneke. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje een hilarisch moment natuurlijk. Want ik ga jou het eerste exemplaar van de code Goed Sportbestuur overhandigen. Dat is natuurlijk wat merkwaardig in de verhoudingen. Dat ik aan mijn eigen voorzitter, aan mijn eigen bestuur, een code mag overhandigen hoe er goed bestuurd moet worden. Maar ik ga dat met plezier doen. Dus dit is eigenlijk een symbolische daad, want hij is digitaal. Ja, dat is nu te laat, Sjors. Dat is nu te laat. Dat zou nog wel kunnen. We gaan je zo meteen nog uitnodigen op de foto, Sjors, om dat met ons nog een keer over te doen. Maar ik ga je hem overhandigen. Er is een prachtige digitale versie, maar deze krijg je symbolisch nu overhandigd namens de werkgroep. En je mag even in de camera kijken en dan gaat het helemaal goed. Dankjewel. Goed. Anneke, het woord is aan jou. Ja. Hij staat aan, hè? Hij staat aan. Ja, nou ja, volgens mij, Mark, dank je wel dat je mij deze hele lichte versie geeft van de code, namelijk één pagina. Volgens mij is het ongelooflijk goed dat we die met elkaar hebben gemaakt. En volgens mij zie je al nu aan een aantal vragen dat er zitten een aantal hele goede dingen in en er zitten ook wel een aantal uitdagingen in. Want aan de ene kant dat we het op waarde baseren, dat vindt iedereen volgens mij ongelooflijk goed. Betekent ook dat het in feite een start is van een zoektocht die we met elkaar
gaan maken? Vond de vraag van Lieke daarom ook eigenlijk wel mooi. Van ja, maar hoe gaan jullie dat dan regelen dat we met elkaar komen? Ja, dat is eigenlijk ook de zoektocht die er is. Omdat misschien de ene bond misschien wel met de waarde democratie worstelt. En de andere met de waarde maatschappij. Dus misschien moeten we ook niet alles weer heel strak in gaan regelen. Omdat dit juist de ruimte geeft om met elkaar in de juiste samenstelling de juiste discussies te voeren. Nou, daar kunnen we faciliteren vanuit NOC-NSF. Dat zullen we ook zeker doen. Want ik denk dat wij ook wel een aantal van dit soort discussies te voeren hebben. En dat doen we binnen NOC-NSF bestuur, met bestuur en directie, maar zeker ook met de AV, dus met alle bonden. En dan vervolgens natuurlijk nog de vertaling naar verenigingen. Nou, ik denk dat de meeste hier, ik ben natuurlijk ook zelf verenigingsvoorzitter geweest. Ik spreek ook veel verenigingen in Den Haag. Daar kom ik vandaan. En die vraag dan, wil je wel eens iets komen vertellen bij ons? En je ziet eigenlijk dat iedereen worstelt met hoe voeren we de verenigingsdemocratie in, met een veranderende maatschappij, en toch steeds nog transparant en verantwoordelijkheid willen nemen. Transparant zijn en verantwoordelijkheid willen nemen. Dus het is echt best wel een grote uitdaging. En tegelijkertijd is het volgens mij de enige weg voorwaarts. Dat wij met elkaar deze discussies gaan voeren. Dat we daar open, transparant over zijn. Dat we elkaar bevragen, ook als je het niet begrijpt. Want ik denk dat wij ook wel eens vanuit NOC misschien wel eens dingen doen waarvan iedereen denkt, waarom? Nou, ik hoop dat jullie het allemaal het durven om gewoon dan die vraag te stellen. Moet niet alleen durven, moet je gewoon doen. Want dan kunnen we met elkaar het goede gesprek voeren. Dus ik denk dat ik eigenlijk iedereen en onszelf ook ongelooflijk veel succes ga wensen om uiteindelijk deze code goed te implementeren. En dan zorgen we er met elkaar voor dat de georganiseerde sport vitaal, veilig, energiek, maar vooral heel veel plezier brengt. Heel veel succes. Dit is het grote applaus, Anneke, wat we je beloofd hebben. Ja, ja, ja. Dus laten we het nog één keer doen, dames en heren. Nog één klein applausje. Ja, dat zou kunnen. Is er iemand nog met een vraag aan Anneke? Want ja, ik zou zeggen, laten we de gelegenheid te baat nemen. Ja, daar is nog een vraag. Heel goed. Ik ben voorzitter van de NKBV, de Klimbond. Voor degene die dat niet wisten. Anneke, kan je iets meer zeggen over de democratie? Want als je over mijn worsteling hebt, wij zijn natuurlijk allemaal verenigingen. Als bond of als vereniging daaronder. En we zijn geen bedrijf. Ik begrijp Marie wel dat als je een bedrijf heb je allerlei regels. Want een bestuurder van een bedrijf die heeft het eigenlijk voor het zeggen. Wij niet. We hebben allemaal, denk ik, hele gepassioneerde achterbannen. Hoe verhouden we die? Kan je iets meer zeggen over die democratie? En hoe verhouden we ons met elkaar als NOC-NSF tot die gepassioneerde achterban die ook wel het een en ander vindt? Want ik heb ook wel eens de vraag gehad, waarom zijn we eigenlijk nog lid van NOC-NSF als er zoveel aan ons opgelegd wordt door een partij waar we geen invloed op hebben? En dan roep ik altijd heel hard waarom het zo belangrijk is dat we dat blijven doen. Maar met name die gepassioneerde leden die ons allemaal, denk ik, alle bestuurders hier in de zaal, in ieder geval tot grote hoogte doen stuwen, hoe fixen we dat met elkaar? Nou ja, volgens mij is dit een van die gesprekken die je met elkaar moet voeren. Het ingewikkelde van de verenigingsdemocratie is dat in feite het bestuur legt verantwoording af aan in ons geval de AV. Dus uiteindelijk heb ik een opdracht van de AV, als ik even gebruik als bestuur NOC-NSF. Dus wij bepalen niet zelf wat we doen. Wij krijgen een opdracht mee van de ledenvergadering van NOC-NSF. Dat is zoals de bestuurlijke democratie binnen onze vereniging is ingeregeld. En in feite ook bij elke vereniging in het land. Want het bestuur heeft het mandaat van de AV. Dus daar zit in ieder geval even in die zin de democratie. Wat wij natuurlijk met elkaar, wat ons niet bijzonder, maar wel speciaal maakt, is dat er een enorme diversiteit in de bonden zit. En dat zie je ook wel terug in soms als er een stemming is. Ik vond het heel bijzonder. We hebben in het voorjaar iets over integriteit. We gaan iets doen met integriteit en sport. En daar is toch 17% was daarop tegen. Dat is ook wat onze verenigingsdemocratie is. En het is natuurlijk verkeerd om te zeggen, die 17 die zijn gek. Dat is natuurlijk niet waar. Maar je moet wel de vraag en het gesprek, en volgens mij riep Marie daar ook toe op, voer nou het gesprek waarom mensen daarop tegen zijn.
Want je kan bij meerderheid besluiten. Dat is zoals onze verenigingsdemocratie ook in elkaar steekt. Maar het ontslaat je er niet van om met die 17 in gesprek te gaan. Waarom ben je er dan op tegen? Dus dat is ook wel wat we met elkaar moeten doen en elkaar op moeten bevragen. Want er is niemand, volgens mij, tegen grensoverschrijdend gedrag. Maar misschien is men er wel op tegen op het moment dat het misschien heel erg expliciet gemaakt wordt. Of dat het net niet past. Nou, dan moeten we het daarover hebben. En niet over het feit dat men is tegen grensoverschrijdend gedrag. Men wil het niet bevorderen. Dus je moet met elkaar steeds heel goed, en dat is die democratie, dat je dat gesprek wel gaande houdt. En dan kan je nog steeds zeggen, waarom dan via NOC-NSF? Mijn overtuiging is dat als wij dit niet zelf doen, dan krijgen we hem vanaf het Rijk opgelegd. Want die zullen ons verplichten, want juist vanwege die ongelooflijk belangrijke maatschappelijke rol die wij vervullen in elk dorp, in elke stad, met de verenigingen die alle bonden onder zich hebben, heb je die rol gewoon, die heb je. En het wordt alleen maar strakker. We zien ook de WBTR, is dat volgens mij. Ja. Iedereen al bekend met deze term. Dat is natuurlijk ook wet, bestuur, toezicht. Daar zie je ook de verscherping komen. Als wij dit niet met elkaar op een goede manier zelf vormgeven, dan komt die keihard in regelgeving terug. Dus het is de opmerking van Marie de Gaay-Voortman. Als je er niet in gelooft, dan moet je eraan geloven. Hè? Ja. Hij gaat komen. Ja. Dus ik ben er eigenlijk, nee, ik ben er altijd trots op onze eigen vereniging. Maar in deze ook, dat wij in ieder geval, daar was ik ook wel, ja, ik weet niet of mensen dat van horen, maar zij zegt, jullie zijn de eerste die democratie in je code opnemen. En dus beseffen en begrijpen dat je met elkaar daarover het gesprek moet voeren om de eigen legitimiteit steeds ter discussie te willen stellen. Dat is wat je doet. Het is niet helemaal een antwoord waarmee het is opgelost, maar het is wel voor mij het antwoord wat het is. Dat je met elkaar dus dat gesprek moet blijven voeren. Oké, dankjewel Anneke. Joop nog één vraag. Oh, Joop krijgt er. Ja, Joop vraagt Joop een korte vraag en dan krijgen we ook een kort en adequaat antwoord op. Nou, het leuke is, we beginnen nu al een discussie over een van de thema's. Geeft ook aan hoe levend eigenlijk de code is en hoe belangrijk. Maar daar wil ik iets aan toevoegen. Ik denk dat bij de democratie het juist ook voor ons belangrijk is. Hoe krijgen we het zo diep en breed mogelijk gedragen en betrokken? Want daar ligt echt bij heel veel sportclubs, als je kijkt hoeveel mensen naar ledenvergaderingen komen, een opgave. En dat is ook democratie. Dus niet alleen hoe we het nu doen, maar ook uit hoe het zou moeten zijn. Hoe het nog beter zou moeten en kunnen zijn. En daarover nadenken. Ja, de discussie gaat voort. Ik was zelf ook voorzitter geweest van een handbalclub in het westen des lands. En dan had je ook een ledenvergadering. En daar kwamen altijd dezelfde 10 personen. En dan is het, dus ik heb daar ook steeds, hè, dus je krijgt natuurlijk altijd alles was goed. Dat vond ik altijd wel heel bijzonder. Want soms deed ik wel een keer iets stouts. En dan zei ik, je kan hier niet voor zijn, je moet tegen zijn. Maar je kan het ook. Ik heb altijd gezegd, ik beschouw het als een blijk van vertrouwen van de mensen die lid bij mij zijn, dat ze niet komen, omdat ze weten dat we de goede dingen doen. Dus het is ook een blijk van vertrouwen als er zo weinig zijn. Tegelijkertijd heb ik toen ook als voorzitter wel ingeregeld dat wij veel meer, ook als bestuur, met de teams de gesprekken aangaan. Omdat als ze niet naar de ledenvergadering willen komen, ze komen altijd wel naar de wedstrijden. En het is wel mooi dat je daar dan wel die goede gesprekken met de mensen kan voeren. Dus je moet het steeds op een eigenstandige manier invullen. Ik denk, en dat is, vind ik ook vanuit een NOC. We hebben 77 bonden. Niet iedereen stelt tijdens een AV een vraag. Nog sterker, als je hem daar moet stellen, dan hebben wij aan de voorkant, vind ik, iets verkeerd gedaan. Dus je moet ook veel meer met elkaar kijken, wat we vooraf die gesprekken gewoon scherp en verdiepend voeren. Ja. Als antwoord. Dankjewel, Anneke. Dames en heren, ik ga mijn best doen om een panel te formeren. En formeren is in Nederland tegenwoordig vrij lastig, heb ik begrepen. Dus ik ga even kijken wie we naar voren kunnen krijgen. In ieder geval Bianca Muren, voorzitter van de Schaakbond. Ik wilde bijna zeggen de Schaatsbond, maar de Schaakbond. Als eerste André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeente. Kijk. We zijn al op weg naar een meerderheidskabinet, zou ik bijna durven zeggen. Patrick Rijnbeek, directeur van NL Actief. En dan zit ik alleen nog even te kijken of Frank van Ekeren. En ik, ja, daar is hij en ik zie al een duim omhoog gaan. Lector Impact of Sports.
Kijk, het is gelukt, dames en heren, met de formatie. We moeten dit bericht maar even doorgeven aan Den Haag, dat het ook zo snel kan gaan. Even voor de gang der zaken. Ik begin met één vraag. En daarna is er ook nog gelegenheid vanuit de zaal om vragen te stellen. En we doen dat in twee rondjes. Dus welkom voor dit hooggeleerde panel. Dames en heren, ik had al een keer de fout gemaakt, dus een klein applausje. Ik zeg nu een applaus. Welkom, alle vier. Fijn dat jullie er zijn in ieder geval. Frank, als ik bij jou mag beginnen. In die code staan allerlei prachtige woorden over democratie. Ik las laatst een uitspraak van een politicus die zei, ja, weet je, dat gezoek naar draagvlak in Nederland, dat is gewoon een vluchtheuvel aan het worden voor bange bestuurders. Wat zou jouw reactie naar deze bestuurder zijn? Nou, dat hij daar denk ik toch geen gelijk in heeft. Er is net al een heel gesprek gevoerd over democratie. En democratie gaat er toch uiteindelijk wel over het nemen van gedragen beslissingen. En natuurlijk, als bestuurder moet je op een gegeven moment de knoop doorhouden, hakken en positie kiezen tussen al die verschillende belangen die er zijn binnen je organisatie. In de sport zijn die overigens wel heel interessant, hè? Dus als je gewoon naar een vereniging of naar een bond kijkt, het gaat ook gewoon tussen dilemma's tussen top- en breedtesport. Mensen die het een vertegenwoordigen of die het ander vertegenwoordigen. Tussen nieuwe leden en oude leden. De oude leden die hun oude cultuur willen vasthouden. Nieuwe leden die misschien dingen anders willen. Tussen jongeren en ouderen. Niet al die stemmen worden altijd even duidelijk gehoord. Zeker niet als een bestuur te veel met zichzelf bezig is en te weinig vernieuwing of te weinig input krijgt vanuit die verschillende belangen uit de vereniging zelf of uit de organisatie zelf. Dat geldt overigens ook voor commerciële sportaanbieders. Hè. Die hebben natuurlijk ook verschillende type sporters rondlopen. Dus de vraag is toch wel heel nadrukkelijk, hoe haal je die verschillende stemmen, wensen op? En uiteindelijk moet je daar natuurlijk als bestuur een besluit in nemen en positie in kiezen. Maar het risico is toch te groot als je dat niet op een democratische manier doet in de zin van het ophalen van die verschillende belangen en die verschillende stemmen, ja, dat je dan in een tunnel terechtkomt en dat je bepaalde groepen uit het oog gaat verliezen, wat vervolgens weer leidt tot minder vertrouwen, minder veilig gevoel binnen je organisatie en mogelijk ook tot misstanden, omdat er te weinig controle is op datgene wat er in het bestuur gebeurt. Maar dat betekent waarschijnlijk wel dat je dat met de klassieke ledenvergaderingen, ga je die stem niet meer, hè? Volgens mij zei Anneke dat ook net, hè? Met kleine bezettingen ga je dat waarschijnlijk niet meer voor elkaar krijgen. Daar moet je nieuwe methodes voor ontwikkelen. Ja, dat klopt. Hè. Overigens is het wel zo, ik weet niet of dat was misschien bij jou niet zo, Anneke, maar als je echt een hele vervelende beslissing gaat nemen, dan staan ze ineens wel met 150 man in de kantine. Is mijn ervaring. Maar dan moeten ze het wel weten dat die beslissing genomen gaat worden. Hè. Daar gaat het dan natuurlijk over. Kijk, ja, zeker. Dus je moet daar ook echt actief in zijn. Dus democratie betekent ook niet van, oké, we hebben verenigingen, we hebben een AV en dat is het. Nee, dat betekent ook dat je heel actief op zoek gaat naar en ook duidelijk maakt hoe je die verschillende geluiden uit je organisatie en ook uit de samenleving, uit de directe omgeving van jouw organisatie, hoe je die ophaalt, hoe je daarmee omgaat en hoe dat uiteindelijk leidt tot besluitvorming. Ja, en dus ook actief op zoek gaat naar countervailing power, hè? Dus ook naar tegenovergestelde opinies, niet alleen naar draagvlak om je besluit voor elkaar te krijgen. Ja, nee, en dat is ook zo leuk aan deze principle-based code, is dat die verschillende onderdelen hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Want hetgene van het zoeken naar die countervailing partner, dat is natuurlijk ook een deel van die verantwoording afleggen. Maar ook, wat ik net zei, als je een besluit gaat nemen of een plan bent te nemen wat heel groot kan gaan grijpen in een vereniging, moet je daar dus ook transparant over zijn. Nou, weer een ander principe uit deze code. Dus je ziet dat ze op die manier allemaal met elkaar vervlochten zijn. Ja, dankjewel. Patrick, als directeur van NL Actief, hè, de commerciële aanbieders in Nederland van sport. Als je nou kijkt naar die code, hè, dat gaat over veilig sportklimaat. En daar heb je, we hebben het net over countervailing power en zo. En dan heb je in een vereniging natuurlijk toch eigenlijk ook wel wat, excuseer voor het Engels, maar de checks and balances. Je hebt toch een controle. Hoe zorg je er nou voor dat je dat ook in een bedrijf voor elkaar krijgt? Want daar is vaak ook sprake van een directeur, groot eigenaar en die kan toch op een andere manier besluiten nemen. Zijn zin doordrijven, zeg maar. Dat is een beetje wat je zegt. Die kan een heel belangrijk deel opleggen. Misschien even eerst een korte. Kijk, het grappige is dat we vanuit NL Actief zijn we net zo goed de vereniging. Staat de code sportcultuur gewoon in onze statuten. We hebben net het platform ondernemende sport opgericht. Staat de code ook in de statuten, zeg maar. Dus het is even los van binnen de democratie van NOC-NSF, denk ik, een heel belangrijk document waar we als sport naar moeten kijken van hoe kunnen we dat op een goede manier toepassen. En dan klopt het dat je in de context van bedrijven, van ondernemers als het ware, kijkt van ja, wat betekent dat?
En dat je vanuit die vier principes kijkt, en Frank zei het net al, dat betekent ook dat je als ondernemer na moet denken, hoe haal ik het geluid van de klant binnen? Hoe doe ik dat op een goede manier? Doe ik dat via mijn personeel? Doe ik dat zelf? Je hebt geen algemene ledenvergadering, maar aan de andere kant, ja, je bent de hele dag in je bedrijf en je moet ook zorgen dat die binding er goed als waar is. Dus dat is inderdaad een interessant vraagstuk van hoe hou je dat op als je redeneert vanuit het perspectief van de ondernemer. Het interessante van de ondernemer is wel dat ook klanten met de voeten stemmen. Dus als ze het er niet mee eens zijn, gaan ze gewoon weg. Ja. En dat doet iets met je levensvatbaarheid, zeg maar, de vitaliteit van je bedrijf. En dat wil je ook niet. Dus uiteindelijk is dat wel zoeken, hoe doe ik dat op een goede manier? En hoe gaan we dat dan vanuit onze rol als brancheorganisatie op een goede manier voeden? Ja, dus marktwerking helpt dus ook om zuiver en een veilig sportklimaat te kunnen bieden. Nou, je haalt in ieder geval op een juiste manier. Ja, kijk, dat is bijna een ethische discussie. Is ja, dat zo of is ja. dat niet zo? Maar ik denk uiteindelijk dat je, als je open staat voor die signalen, haal je ze heel duidelijk op. Zijn ze ook goed op te halen? Alleen je moet er heel erg goed over nadenken. Hoe doen we dat dan op een goede manier? En wat voor vertaalslag maak ik daar uiteindelijk dan? Want het is zo in een bedrijf uiteindelijk dat de ondernemer voor hem, ja, die heeft veel instrumenten, tools, zeg maar, waar die, en heel veel knoppen waar die aan kan draaien. Ja, ja, helder. Dankjewel. Bianca, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Verantwoordelijkheid, hè, gaat ook over de kwaliteit van je bestuur. Jij bent een van de, laten we zeggen, een van de jonge en dynamische nieuwe voorzitters in ons werkveld. Hoe zorg jij er nou voor dat die kwaliteit aan dat bestuur omhoog gaat en dat die hoog blijft? Want daar heb je ongetwijfeld ervaring mee op gedaan. Ja, zeker. Goede vraag. Ik ben sinds een jaartje voorzitter van de KNSB inderdaad. En wat ik heb gedaan is gekeken naar wat is de samenstelling van mijn bestuur. Heb ik voldoende verschillende invalshoeken, leeftijden, man-vrouw en ook ervaring dus. En voldoende tegenspraak. En dat is niet altijd even makkelijk, uiteraard. Maar het helpt wel om de juiste discussies te voeren en uiteindelijk ook de juiste beslissingen te nemen. En hoe vind je die nieuwe bestuurders? Want je hebt dus ook, je streeft naar grotere diversiteit van aanpak, van achtergrond. Hoe vind je die? Zijn die te vinden? Want er is natuurlijk heel snel dat excuus, ja, we willen wel, maar ze zijn er niet, hè? Ja, ik geloof daar niet zo in, heel eerlijk gezegd, dat ze niet te vinden zijn. Als je maar goed genoeg zoekt, dan zijn ze wel te vinden. Je moet openstaan ook voor andere ideeën. Voor als je altijd alleen maar naar je eigen netwerk kijkt, dan vind je ze niet. Want dat zijn mensen met wie je... Ja, dat zijn lookalikes. Ja, precies. Ja, ja, precies, ja. Inderdaad. En bijvoorbeeld mijn voorganger was ook een vrouwelijke voorzitter. En doordat zij als eerste voorzitter was geworden van de KNSB, dacht ik ook van, oh, dat is eigenlijk misschien ook wel iets wat ik leuk zou vinden. En als je niet die eerste vrouwelijke voorzitter hebt, dan volgt de tweede ook niet. Dus buiten de gebaande paden kijken werkt wel. Hij stond eigenlijk ook in een van de statements van Marie de Gaai Voortman, hè? Het start aan de top, hè? Dus dat het zet ook de toon voor de rest van de ontwikkeling. Oké, heel duidelijk. André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeente. Transparantie, ook een van die kernwaarden in deze code. Dat is natuurlijk ook een beetje een modebegrip. Hè? En jij hebt dan nog de connectie met gemeenten in Nederland. Ik hoor bij gemeenten vooral mensen mopperen over transparantie. God, we kunnen ons werk bijna niet meer doen, want we moeten de hele tijd verantwoording afleggen. Terwijl het oorspronkelijk, hè, de wet openbaarheid, bestuur enzovoort enzovoort, het begon eigenlijk in gemeentelijk land. Hoe kijk je naar dat begrip transparantie? Ja, misschien in diezelfde periode ontstond ook de wet op de medezeggenschapsraden bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook zo'n begin jaren 80 volgens mij. Te beginnen bij jezelf, zeg maar dan even. Hè. Overheid, overheden, lokale overheden, zou ik zo heel kort even zo zeggen. Ik denk dat de meest gestelde vraag van vandaag is, hoe gaat het met de formatie? Of de informatie, zou je zo ver gaan met transparantie, want dat is de vraag. Dat je daar eigenlijk, het gaat over ons toch? Dus waarom hangen daar geen camera's? Waarom kunnen wij dat niet zien wat daar gebeurt? Achterkamertjes politiek. Dat speelt op lokaal niveau precies hetzelfde. En ik ben zelf ook nog gemeenteraadslid, dus ik herken dat direct wat je zegt. We kunnen in de huidige tijd gewoon niet meer volstaan met een clubje die vergadert eens in zoveel tijd. En geloof me, dat is compleet niet boeiend, want dat zijn zulke rapporten. En binnen 5 minuten zijn mensen de weg kwijt als ze een keertje komen voor dat onderwerp wat hun aangaat. Het lijkt wel een ledenvergadering, zou ik bijna zeggen. Dan kom je als het jou aangaat en heb je nou het idee dat het je niet aangaat.
Dan moet je wel heel erg enthousiast zijn als vrijwilliger of als lid om dan te zeggen, nou, daar ga ik eens even een avondje voor zitten met de begroting en eigenlijk altijd dezelfde agenda, zeg maar. Zo zou je het ook kunnen benaderen. Je zou ook heel tevreden kunnen zijn als het heel erg goed gaat. Ik ben het met Anneke van Zanen volledig eens daarin. Aan de andere kant, wat doe je dan om je agenda van die avond of daarvan, of je notulen of je actiepunten, wat doe je nou eigenlijk precies om daar dan A, voor jezelf verzekerd van te zijn dat je namens jouw leden of jouw gemeente of gemeenschap praat? En wat doe je dan om jezelf goed te informeren? Ik kan nog heel veel andere dingen bij transparantie voorstellen. Het is ook openheid, maar moet je altijd openbaar zijn? Dat is dus weer iets heel anders. Maar dan moet je wel weten wanneer wel, wanneer niet. Ja. En dat moeten mensen niet aan jou vragen van, joh, waarom was deze nou besloten? Dat moet je gewoon weten dat dat zo is. En dan wordt het wat spannender. En dan zie je dat ik vind transparantie een vorm van PR bijna. Ik ga gewoon een heel simpel voorbeeld geven voor verenigingen. Wanneer, we hadden nu met COVID natuurlijk en hebben met COVID serieuze problemen uiteraard, ook bij de verenigingen als het gaat om financiën. Dan waren er gemeentes die gingen lokale vangnetten, financiële vangnetten regelen. En dan moesten de verenigingen, omdat het moet namelijk toetsbaar zijn, het is namelijk gemeenschapsgeld, wat die gemeente beschikbaar gaat stellen, dus het geld van u en mij. En dan, dus het moet toetsbaar zijn. Mag ik dan in ieder geval uw jaarrekening van het afgelopen jaar? Ja. Zodat ik een beetje kan zien of u door uw hoef aan het zakken bent of dat u ook nog eigen vermogen heeft. Niet zo'n rare vraag. Weet u hoe weinig vragen er dan vervolgens komen voor hulp? Die nemen gewoon na van hand gelijk af. Dat is raar. Gewoon, dat is ook een vorm van vertrouwen. Het is ook van zo doen wij dat. En het is gewoon een terechte hulpvraag. Maar er zit een angst in transparantie. Men is benauwd voor, oh, dan kunnen ze precies zien wat wij doen. Nou, dan maar laat dat varen, is jouw oproep. Laat die angst voor transparantie varen. Ja, dat is bijna angst. Uitzeker. Je kan zeggen van, het lekt toch wel uit. Dus de meeste vragen komen dan toch wel via een omweg. Nou ja, dat zie je ongeveer in de politiek, in de bestuurlijke wereld. Maar dat is voor verenigingen niet anders. Ja, oké, dankjewel. Dames en heren, in de zaal, maar misschien ook via de chat thuis. Want die krijgen we ook nog binnen. Misschien zullen we daar maar even mee beginnen. Ja, zeker. Er was een eerste vraag binnengekomen via de chat. En ik denk dat ik die aan Frank van Ekeren zou willen stellen. Dat is een vraag van Peter van den Aert. En die vraagt, hoe verhoudt de code goed bestuur zich nu eigenlijk tot het gegeven dat sportbestuurder een vrij beroep is? Dus hoe verhoudt zo'n code zich nu tot de individuen die uiteindelijk die rol uitvoeren als vrij beroep, zeg maar? Oké, dat woordje vrij vind ik een beetje lastig. Vrijwillig is het wel in veel gevallen natuurlijk, dus ik weet niet of dat ermee bedoeld is. Maar kijk, er zijn twee dingen aan, denk ik. Ik bedoel, je bent misschien wel vrijwilliger als bestuurder, maar dat wil niet zeggen dat je geen verantwoordelijkheden hebt. Hè. En dat is denk ik ook een heel mooie ontwikkeling die we gezien hebben in de code goed sportbestuur van 13, 14 jaar geleden. De code Loorbach, waarin het dus inderdaad ging over van pas toe, maar als je het nou niet doet, nou leg dan maar even uit waarom je het niet doet. Dat we nu toch wel een stukje verder zijn en zeggen, ja, er is wel een ondergrens. Er zijn een aantal dingen die we inmiddels gewoon echt niet meer accepteren met elkaar als samenleving. Nou, die proberen we denk ik op deze manier wat scherper te krijgen. En als je daar dus niet aan voldoet, nou ja, dan kan daar iets tegenover staan. Een sanctie of iets dergelijks. Dus ik vind dat niet abnormaal. En tegelijkertijd, en dat mis ik nog een beetje in het gesprek vandaag, is dat we ook moeten realiseren dat het hier heel vaak om dilemma's gaat. Je kunt niet altijd transparant zijn. Over democratie kun je hele ingewikkelde discussies voeren over wat wel democratisch is en wat niet democratisch is. Bestuurders komen heel vaak in posities waarin er allerlei morele dilemma's zijn. Er werd net al gezegd COVID, financiële toestand van verenigingen. Veel verenigingen zijn nu kwetsbaar. Wat als nu die suikeroom naar binnen komt en die zegt, joh, ik ga jouw vereniging wel eens eventjes redden. Dan blijft je vereniging bestaan. Maar dan wil ik ook een positie in het bestuur. En trouwens, als vrijdagavond de kantine toch niemand in zit, dan zou ik ook graag met een paar mensen met de gordijnen dicht daar willen zitten. Voor je het weet is daar een circuit op gang gekomen, wat je uit de beste bedoelingen als bestuurder om je vereniging in leven te houden, stap voor stap met kleine incrementele stapjes in bent meegegaan. En ik denk dat het heel belangrijk is, en nogmaals dat mis ik vandaag, dat we erkennen dat dat niet makkelijk is. Ik bedoel, het hele verhaal van Marie de Gaaier Fortman is natuurlijk fantastisch, maar je denkt alleen maar vervolgens, denk ik als bestuurder, if I could only play like that. Ik bedoel, het klinkt allemaal zo, ja, integer. Ja, ik vind mezelf integer, maar ik kom wel eens in situaties waarin dat toch op de tocht komt staan, omdat ik denk dat ik bepaalde belangen tegen elkaar moet afwegen. Bijvoorbeeld het belang van
de vereniging of het sportieve resultaat van mijn eerste elftal of wat dan ook. En ik vind het heel erg belangrijk dat we dat met elkaar erkennen. En ik weet ook dat in die e-learning tools en zo die nu gemaakt worden en de workshops die gegeven worden, dat het hier ook vooral over gaat. Voor mij is ook een van de belangrijkste vaardigheden die je moet hebben als bestuurder, is dat je met gesprek durft aan te gaan over die morele dilemma's waar je tegenaan loopt. De wereld is niet zwart-wit, dat is voor een jurist misschien soms wel zo. Ik ben sociale wetenschapper, voor mij zijn er heel veel grijstinten. En het is belangrijk, denk ik, om daar elkaar op aan te spreken, of in ieder geval met het gesprek in te gaan. En niet meteen heel veroordelend te zijn van, goh, nou heb jij een sponsor toegelaten aan het bestuur, foei, foei, foei. Daar kunnen best hele goede gedachten achter zitten. En dus ik denk dat dat wel belangrijk is om dat in dit gesprek continu ook mee te nemen. Dankjewel, Frank. Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat de vraag van Peter gaat over het dilemma wat je hebt van, we hebben via de code een hele aantal verwachtingen van wat de kwaliteiten en eigenschappen van goede bestuurders zijn. Maar in andere sectoren zie je bijvoorbeeld dat er verplicht aan opleidingen gewerkt wordt, dat PE-puntensystemen zijn en dat je dus niet zomaar bestuurder kunt zijn. En ik kan me voorstellen dat Peter zich afvraagt van, gaat dat dan richting in de sport eigenlijk ook zo gebeuren? Ik denk dat dat een duidelijke zorg is. Ja, niets is natuurlijk zo moeilijk als het voorspellen van de toekomst. Hè? Maar ik vind het ook wel een begrijpelijke zorg. Hè? Ook omdat, als we dat opleggen, dan gaan we dus ook, en dat gaan we natuurlijk ook wel zien de komende jaren, de kwaliteitseisen brengen we omhoog. Daar zijn hele goede redenen voor. Ja. Maar dat betekent natuurlijk ook dat een groot deel van de samenleving uitgesloten wordt, omdat ze niet over bepaalde kennis, vaardigheden, netwerken enzovoorts beschikken, om bestuurder te worden in de sport. Daar verliezen we ook wat mee. Hè? Dus dan verliezen we die diversiteit en die countervailing power. Dat kan. In ieder geval als het bijvoorbeeld gaat over hoogslaag opgeleid. Hè, om eens wat te noemen. Ja, dus ik vind dat wel ook een punt waar we met elkaar aandacht voor moeten blijven houden. Uitstekend. Jitse, we gaan even kijken. Zijn er nog meer vragen via de chat binnengekomen die niet eerder gesteld zijn? Jazeker. Peter Mulder, en ik vertaal hem even vrij, zodat hij hier mooi bij kan aansluiten, die signaleert dat in de sport ook heel veel mensen nog als vrijwilliger actief zijn. Misschien dat dat iets is voor een van de andere panelleden om op te reflecteren. Hoe ga je om met het verhogen van de bestuurlijke kwaliteit van vrijwilligers? Bianca, heb jij daar geprononceerde opvattingen over? Ik denk dat ook in veel sportbonden inderdaad de besturen vrijwillig zijn, maar ook zeker in de verenigingen en soms ook nog regionale bonden. Ik denk dat het zeker voor verenigingen met 70 tot 100 leden, dat gewoon heel lastig is om zo'n groot omvattende code te, wat moet ik ermee? En ik denk dat je als sportbond, als eerste als NSW-NSF, maar ook als sportbond de verantwoordelijkheid hebt om ze daarin te helpen. Dus bijvoorbeeld het faciliteren, enthousiasmeren. Maar ook wel helpen waar nodig en voorleven uiteraard. Zoals kinderen leren, kinderen leren niet door wat hun ouders zeggen, maar wat hun ouders doen. En ik denk dat dat ook in sportbonden wel zo geldt. En het pad is ook belangrijk. Het hoeft niet altijd in één keer helemaal goed te zijn. Maar zodra de goede beweging maar plaatsvindt. Dat lijkt mij een uitstekende relativering. Dankjewel, Bianca. Jits, hebben we nog andere vragen via de chat binnengekregen? Misschien voor Patrick of voor André? Nee? Dan ga ik de zaal dan nu in deze volgorde de gelegenheid bieden om nog een vraag te stellen. Laat ik zeggen, aan een van deze twee panelleden bij voorkeur. Want ook hier streven naar diversiteit van opvattingen natuurlijk. Norman Oelemoes, Nederlands Handbalverbond. Ik heb een gewetensvraag voor Frank. Dat is het volgende. Hoe verhoudt de code zich internationaal? Zijn we als Nederland niet roomser dan de paus op dit moment? En sluiten we ons niet buiten binnen het internationale speelveld? Bijvoorbeeld als wij op zoek gaan naar internationale bestuursposities. Ja. Nou, dat is geen gewetensvraag. Die kan ik redelijk wetenschappelijk onderbouwd beantwoorden, gelukkig. Ten eerste gaat het erom met wie we ons vergelijken. Hè? Dus als we ons vergelijken met de Scandinavische landen bijvoorbeeld, of met zelfs met Vlaanderen of met de UK, die hebben dit soort codes nog veel verder uitgeschreven en ook veel dwingender opgelegd door de overheid. Hè? Dus daar lopen we zeker niet op voor. Ik vind wel, en dat vind ik echt heel mooi van hoe we dat in Nederland doen, dat we dat toch wat opener hebben. Dat we dat principle-based doen, dat we dat niet helemaal aftikken en zeggen, nou, als je daar niet aan voldoet, dan krijg je een strafpunt, dan krijg je ook minder subsidie. Maar dat je dat op deze manier oplost zoals we dat hier nu doen.
Vergelijk je dat met andere landen, iets minder Noordwest-Europa, maar andere delen van de wereld. Ja, dan zijn wij inderdaad wel vrij stevig op dit thema bezig. Ik vind niet dat we daar, of we lopen daar niet in voorop. Maar we zitten zeker in de kopgroep als het gaat over, en daarin zijn we dus behoorlijk rooms, zou je kunnen zeggen. En ja, een van die dilemma's, en daar, dat bedoel ik net ook te zeggen, van je zit soms met een dilemma. Als wij met zittingstermijnen van maximaal 9 jaar gaan zitten, en die internationale bond die zegt, ja, maar je bent eigenlijk pas een fatsoenlijke bestuurder als je minimaal 10 jaar voorzitter bent geweest van je eigen land. Ja, dan kom je daar dus niet. Dus dat zijn ook van die vragen, van daarom zeg ik al, het is niet heel moeilijk om te zeggen het is zwart of het is wit. Er kunnen redenen zijn om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. Maar waar het volgens mij heel belangrijk is steeds de achterliggende gedachte te nemen. Hubert, die had het daar net al over. Waarom zijn die zittingstermijnen zo belangrijk? Ook uit wetenschappelijk onderzoek is dat gebleken. Omdat je dus machtsconcentratie krijgt. Dus het vraagstuk is niet die zittingstermijn. Het vraagstuk is die machtsconcentratie. Ja. Nou, hoe ga je daar dan uiteindelijk mee om? Ja, uitstekend. Dankjewel, Frank. André, ja, we gaan naar een afronding toe. Maar is er nog iets wat je de zaal mee zou willen geven? Je zegt, ja, kijk, ik ga hier zometeen naar buiten. Maar dit moeten jullie nog van mij horen. En Patrick, bereid je erop voor, want ik wil aan jou dezelfde vraag stellen. Ja, nou, ik zou, en sommige mensen hier in de zaal weten dat wel, ik zou heel graag, ik ben niet van bordjes en stickers op de muur plakken of op de deur plakken, maar ik zou zo graag zien dat sportverenigingen of sportparken uitstralen van zo doen wij dat hier. Want goed sportbestuur, we zitten heel snel op integriteitsvraagstukken, ingewikkelde vraagstukken die gewoon maatschappelijke vraagstukken, ja gewoon, maar maatschappelijke vraagstukken zijn die helaas ook op het bordje van de bestuurders liggen. Of binnen een vereniging zich voordoen. Maar veel interessanter is, zie je dat ook zo als je het over een Bob-campagne hebt. Of zie je dat ook zo als het gaat over pesten in het team of... Er zijn zoveel gezonde kantine. Dat is ook allemaal hetzelfde als goed sportbestuur. Want je wilt het beste voor je leden, voor de gemeenschap, wie dan ook. En ik denk dat de basic vraagstukken ook wel daar liggen. En dan lukt het ook wel, als je daarmee aan de slag gaat, dan lukt het ook wel dat je dat andere doet. Maar niet toevallig afhankelijk van een paar doorgedraaide bestuurders die zeggen, nou, ik ben op een congres geweest. En dat je dan met je leden in gesprek gaat op een manier van het zal en het moet. En we gaan het dus even volgende week allemaal doorvoeren. Dat voel je al aankomen, dat gaat niet werken. Dus je moet dat stap voor stap, moet je dat aandurven. Elke dag een beetje in die spiegel kijken. Judo werd heel vaak genoemd. Nou, volgens mij de grondlegger van judo heeft bedacht, elke dag een beetje beter dan gisteren. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Oké, dankjewel. Patrick, ja, je voelde hem aankomen, dus je krijgt het laatste woord. Wat ga jij de zaal vandaag meegeven? Nou, de vraag een beetje overhorend en ook aansluiten op anderen. Kijk, een van de principes is de maatschappij. En volgens mij proberen we ook een antwoord te geven op vragen die de maatschappij nu vraagt of gaat vragen in de toekomst. Het is volgens mij ook, we kunnen allerlei vragen, moet dat wel, moet dat niet, hoe dwingend is het? Ik denk dat uiteindelijk wordt het dwingend, niet alleen omdat de overheid het oplegt, dat is wetten, dat is heel ingewikkeld, maar straks gaat de maatschappij het van ons vragen. Ik denk dat we als sport in brede zin zeg maar moeten kijken van hoe gaan we daar een goede manier antwoord op geven. Dat betekent dat, laten we zeggen, de dienst, wederdienst die we als sport kunnen verrichten richting de maatschappij gaat veranderen. Even los van financieringsvraagstukken. En dat we met elkaar daar ook over na moeten denken. Dus de integriteit van de sportbestuurders is een belangrijk element. Het in bewegen, sporten en bewegen brengen van bepaalde doelgroepen die nog onvoldoende sporten en bewegen. Kijk, laten we met de CODO kijken hoe we daar een antwoord op geven. En met elkaar kijken hoe we stapje voor stapje vooruit kunnen. Dankjewel. Mag ik nog één aanbod doen? Eén hele korte aanvulling. Ik ga morgen, want ik ben dan zo'n doorgedraaide figuur die dat wel morgen gelijk wil doen. Ik ga morgen bij ons aan de mensen vragen om in ieder geval op alle lokale platforms van de lokale sportakkoorden, die is in alle gemeentes inmiddels gestart, om daar dit gewoon standaard te agenderen. Waar zit je mee? Waar kunnen we bij helpen? Inclusief de gemeentes uiteraard. Fantastisch, dankjewel. Dames en heren, graag een applaus voor ons panel. Dat betekent overigens dat we aan het eind van deze middag zijn gekomen. Dus ik dank u allemaal voor uw komst en dank voor alle interactie, de kritische vragen, de mooie beschouwingen. En ik dank ook, ik kijk nu even wiegeliaans in de camera, ik dank ook alle kijkers thuis voor hun interesse vandaag. En ik wens u een fijne dag en laten we van deze code een mooi en levend geheel maken waar we aan blijven werken in de komende jaren. Dank u wel.